Ja, dat is fantastisch. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. Ik ben hier nu bijna een half jaar als waarnemer actief. Ja, om dan uiteindelijk ook de echte burgemeester te worden voor voor een langere periode. Dat is geweldig. Dat de gemeente hem bevalt is maar goed ook, want als burgemeester moet hij er wonen. Dus gaat hij met zijn gezin weg uit Hees. Iedereen heeft er zin in. Voor de ene is het wat makkelijker dan de ander, want de oudste dochter die woont in Maastricht, dus die zegt van nou, prima waar jullie naartoe gaan, ik kom wel keer in zoveel tijd naar jullie toe. Maar voor de jongste dochter bijvoorbeeld, die zit nog op de middelbare school, is dat natuurlijk wel iets anders. Maar goed, daar maak je ook een afweging in, dat bespreek je met elkaar en daar komt een goede oplossing voor. En wie had dat gedacht? Van wethouder die moet vertrekken naar waarnemend burgemeester die wordt gevraagd langer te blijven. In maart wilde Van der Pas graag nog een termijn door als wethouder in Bernhezen, maar lukte dat niet omdat zijn partij Progressief Bernhezen niet in de coalitie kwam. Ja, het kan raar lopen in de politiek, zeggen ze dan. Maar dat is ook daadwerkelijk zo. Ik had niet verwacht dat ik richting een waarnemend burgemeesterschap zou gaan. En ik had ook helemaal niet gedacht van ik word binnen nu en drie kwart jaar burgemeester. Maar het is wel zo uitgepakt. Dat is fantastisch. Dat is geweldig. Ik heb nog absoluut heel veel ook. Betrokkenheid in Bernhezen, maar het zal langzaam minder gaan worden. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook nog de gemeente Bernhezen, Hees en ook Progressief Bernhezen een heel warm hart toedraag. Ambieert hij dan misschien ook nog een burgemeesterschap in Bernhezen in de toekomst? Ik ga in ieder geval hier mezelf wat langere tijd aan Rhenen verbinden. Zeker een aantal jaar aan Rhenen verbinden en wat dan verder de toekomst brengt, ja, dat zien we dan weer. Van der Pas is waarschijnlijk 28 januari waarnemer af en dan de echte burgemeester van Rhenen.